Sir William Temple was de ambassadeur voor Engeland in Den Haag, zo rond 1674. En hij schreef een boekje over de Republiek, wat hem zoal opviel. En een van de dingen die hem het meeste opviel was het geringe standsverschil. Hij zag hooggeplaatste heren gewoon een biertje drinken in het gras. Hij zag de machtigste man van het land, de raadspensionaris, in een gewoon kloffie van zijn woning naar het binnenhof lopen. Had hij toen al een fiets gehad, dan was hij zeker op de fiets gegaan. En wat hem ook opviel, was dat er zo ongelooflijk weinig bedienden waren. En dat op schilderijen, zoals deze, nota bene een keukenmeid, de hoofdrol vervult. En dan haalde hij altijd met heel veel plezier de anekdote aan van de dienstmeid die een hooggeplaatste gast op haar rug naar de heer des huizes brengt, omdat de pasgeboende gangvloer niet vies mocht worden. Sir William Temple, die natuurlijk het pompeuze Engelse hof gewend was en de aldaar alom aanwezige adel met al hun pracht en praal, die vond de Nederlandse samenleving ongelooflijk egalitair en eigenlijk ook wel een beetje platvloers. Maar schijn bedriegt. Want als je even iets verder keek, dan zag je wel degelijk dat Nederland ook een elite had. Dan weliswaar geen koning met een hof, want daar hadden we immers afscheid van genomen met de akte van verlatingen. En de adel, ja, die speelde in Nederland, even afgezien van de stadhouder, ook niet een hele grote rol. Maar een elite, die had Nederland, de Republiek, wel degelijk. Want de macht in de Republiek was in handen van de steden en met name de handelsteden in Holland en Zeeland. Steden zoals Horen. En daarmee was de macht in de Republiek in handen van de bestuurders van die steden. En dat waren de regenten. Dit is het beroemde gezicht op Horen, dat in 1622 werd geschilderd door Cornelis Hendriksz Vroom in opdracht van het stadsbestuur van Horen. En eigenlijk al sinds de middeleeuwen was men van mening dat het stadsbestuur in handen moest zijn van de wijsten, treffelijksten en rijksten van de stadsbevolking. Een beetje zo vanuit de gedachte waarmee heel veel Amerikanen het presidentschap van de VS ook hebben toevertrouwd aan de geslaagde zakenman Donald Trump. Want iemand die maatschappelijk en economisch geslaagd is, zal ook wel weten wat het beste is voor je stad of je land. Zo was de gedachte. En bovendien dacht men dat iemand die al heel erg rijk was, zichzelf niet ten koste van de stadskas zou gaan verrijken. Niet zo gekke gedachte al met al. Hoe zat dat stadsbestuur van Horen nu eigenlijk in elkaar? Nou, misschien wel het belangrijkste orgaan in de stadsregering was de vroedschap. Dat was een raad van 20 leden die bestond uit de allerrijkste burgers van Horen. En deze vroedschap kwam twee wekelijks bij elkaar om te praten over financiële zaken, maar ze hadden een hele grote vinger in de pap bij allerlei benoemingen. Zo stelde de vroedschap de kandidaten voor het dagelijks bestuur van de stad, het college van de magistraat. En dat bestond uit 4 burgemeesters, 7 schepenen, oftewel rechters, en een schout, die de voorzitter was van de schepenenbank. En dat college van de magistraat, dat vergaderde daar, in het stadhuis, op de Rode Steen. En die burgemeesters en die schepenen, die werden ieder jaar opnieuw verkozen. In tegenstelling tot de leden van de vroedschap.
Want die werden voor het leven benoemd. En als er iemand overleed, dan bepaalden de leden van de vroedschap onderling, dus door middel van co-optatie, zelf wie de vrijgevallen plek mocht innemen. En u snapt het al, op die manier hielden de regentenfamilies in Horen de gelederen gesloten. En was het heel erg lastig om door te dringen tot die regentenstand. En zo kwam de stadsregering in de 17e en 18e eeuw in handen van een aantal belangrijke regentenfamilies, waarvan u de namen misschien wel bekend in de oren klinken. Van Bredehof, Van Voorreest, Merens, Groot, Krap, Carbasius en Sonck. De enige manier om tot die regentenstand door te dringen was een tactisch huwelijk met een regentendochter. Maar dan moest je wel zelf het nodige vermogen meebrengen en je moest lid zijn van de Nederduits gereformeerde kerk. Andere protestantse gezindten, zoals de Lutheranen en de doopsgezinden, laat staan de katholieken en de joden, maakten geen enkele kans om regent te worden in Hoorn. Je zou zeggen dat met zo'n kleine groep die in de stad de dienst uitmaakt, het vrij eenvoudig is wie de belangrijkste functies in de stadsregering toebedeeld krijgt. Maar zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. In de eerste plaats omdat er binnen die regentengroep een flinke concurrentie woedde om de belangrijkste ambten in de stad. En op de tweede plaats door de manier waarop de burgemeesters en de schepenen gekozen werden. Daar hadden ze in Horen een hele vernuftige en eigenlijk ook wel heel democratische manier voor ontwikkeld. De boongang. Ieder jaar op Goede Vrijdag kwamen de rijkste burgers van de stad, de boongangers, bij elkaar in de grote kerk. En die groep boongangers was veel groter dan die groep van 20 leden van de vroedschap. Na de preek mocht iedere boonganger een boon uit een zak halen die de zittende burgemeester vasthield. In die zak zaten heel veel witte bonen, maar 9 zwarte. Trok je een zwarte boon, dan werd je tot keurman geproclameerd. En onder begeleiding van hellebardiers werd je dan naar de consistorie gebracht en door de schout beëdigd. En die consistorie mocht je als keurman niet verlaten voordat je er met elkaar uit was gekomen wie het komende jaar de 4 burgemeesters zouden worden en wie de 21 mannen zouden zijn uit wie de schout 7 schepenen mocht kiezen. Zo werd in het begin van de 17e eeuw ook Albert Franszoon Sonck als burgemeester van Horen gekozen. En hij zal best geprobeerd hebben om als kandidaat burgemeester al die boongangers een beetje te beïnvloeden om een wit voetje te halen bij ze. Maar ja, je wist nooit wie de zwarte boon zou gaan trekken. Dus die boongang was eigenlijk een hele goede manier om te voorkomen dat de macht in de stad te veel bij één groep zou komen te liggen. Nu was het niet zo dat de regenten geen pogingen deden om de macht wel helemaal naar zich toe te trekken. Vooral in de tweede helft van de 17e eeuw ontstond er een hele felle factiestrijd tussen meer staatsgezinde en meer oranje gezinde regenten die probeerden de tegenpartij van de belangrijkste ambten uit te sluiten. Bijvoorbeeld door zogenaamde akten van correspondentie. Dat waren afspraken tussen verschillende regenten in de vroedschap waarbij ze elkaar beloofden de belangrijkste baantjes naar elkaar toe te schuiven en de tegenpartij van die baantjes uit te sluiten. Werkelijk een meester in dat factiespel was dit heerschap.
François van Bredehof. En hij is een exponent van een nieuw type regent dat in de tweede helft van de 17e eeuw opkomt. Anders dan zijn voorgangers uit het begin van de 17e eeuw was hij geen koopman of handelaar die het stadsbestuur erbij deed. Nee, hij was fulltime regent. En hoewel hij zelf vermogend genoeg was, verrijkte hij zich met alle ambten die hij vervolgens vervulde. Na een jarenlange overheersing door staatsgezinde regenten in de vroedschap van Hoorn kwam Van Bredehof in het zadel bij de wetsverzetting van 1672. Zo'n wetsverzetting is een soort grote schoonmaak in het stadsbestuur, in opdracht van de prins van Oranje. In 1618 had al een keer eerder zo'n schoonmaak plaatsgevonden en in 1749 zou dat nogmaals gebeuren. In opdracht van de prins van Oranje werden dan alle staatsgezinde regenten vervangen door Oranje-gezinde regenten. En Van Bredehof was er zo een. Van Bredehof wist in korte tijd een ongekende machtspositie op te bouwen. Hij was niet alleen lid van de vroedschap, verschillende keren burgemeester. Hij was ook nog eens een keer schout en mocht dus de schepenen benoemen. Daarnaast was hij ook nog bewindhebber van de VOC-kamer Hoorn en belastingontvanger. Zijn tegenstrever Lucas Merens noemde hem onze jegenwoordige paus. Waar hij maar kon, benoemde hij familieleden op belangrijke posities. En zo verzwagerde het stadsbestuur. Hij sloot akten van correspondentie met verschillende andere regentenfamilies, zoals de keizers en de konings en de songs, om de tegenstrevers van ambten uit te sluiten. En hij probeerde zelfs de boongang te veranderen om de keuze van de burgemeesters nog meer naar zijn hand te kunnen zetten. En Van Bredehof deed er ook alles aan om zich ten opzichte van de andere regenten te onderscheiden. U ziet hem hier zitten in zijn Japanse rok, de Japanse kimono, die mode werd onder de Hollandse regenten. Hij kocht bijvoorbeeld de heerlijkheid Oosthuizen, waar hij een prachtig buitenhuis liet bouwen. En hij mocht zich voortaan de heer van Oosthuizen noemen. Dat kon in het toch vrij egalitaire Hoorn natuurlijk niet goed gaan. En dat ging het dan ook niet. In 1702 overleed Van Bredehof's belangrijkste protégé, stadhouder Willem III. En er brak een nieuw stadhouderloos tijdperk aan. En in dat tijdperk kregen de staatsgezinde regenten het weer voor het zeggen. En in Hoorn stonden die onder leiding van Van Bredehof's grote tegenstrever Jacob van Voorheest. Voor Van Bredehof, die nog wel lid van de vroedschap bleef, restte niets dan de armzalige functie van kerkmeester. Want hoe luidt ons spreekwoord ook weer? Hoogmoed komt voor de val. Aan het begin van de 18e eeuw waren de Hoornse regenten die felle factiestrijd beu. Ze besloten om onderling afspraken te maken over de verdeling van de belangrijkste ambten. Binnen de vroedschap ontstond een soort roulatiesysteem. En dat systeem geeft een prachtig inkijkje in de banencarousel van de Hoornse regenten. Als jongste lid van de vroedschap begon je met het ambt dat het minst in aanzien stond. Dat van president van het huiszitten armenhuis. Daar stond geen vergoeding tegenover. Maar goed, dat maakte je dan later in je carrière wel weer goed. Overleed er iemand in de vroedschap, dan schoof je een treetje op en werd je gepromoveerd tot president van de gasthuisvoogden. Bijvoorbeeld van het Pietershof. Deze vanzelfsprekende promoties gingen helemaal door tot de functie van stadsrekenmeester. Had je dat tot een goed einde gebracht, dan was je klaar voor het burgemeesterschap.
Wanneer je burgemeester werd, dat bepaalde de oud-burgemeesters, maar iedereen kwam een keer aan de beurt. Zat je even in de wachtkamer, dan werd je kerkmeester. Was je eenmaal burgemeester, dan kwam je in een nieuw roulatieschema terecht. En daarin werden de meest begeerlijke functies verdeeld. Bijvoorbeeld de generaliteitsfuncties. Dan werd je afgevaardigde naar de Staten van Holland, naar de Raad van State of naar de Rekenkamer. Of de gewestelijke functies. Dan werd je afgevaardigde in het college van de Admiraliteit, bij de West-Friese Munt of bij de gecommitteerde raden van West-Friesland en het Noorderkwartier. Maar ook, heel profijtelijk, waren de functies van dijkgraaf of ontvanger van de gemene landsmiddelen. Maar de allermeest gewenste functie was die van bewindhebber van de VOC-kamer Horen. Hier zien we de bewindhebbers van de VOC-kamer Horen op een schilderij van Jan de Baan uit 1682. En waarom was dat nou zo'n functie die de regenten maar al te graag wilden bekleden? Nou, om de eerste plaats vanwege de verdiensten. Je jaarlijkse salaris bedroeg zo'n 1200 gulden, een behoorlijk bedrag voor die tijd. En dan kreeg je ook nog wat onkostenvergoedingen, zodat je verdiensten al gauw op zo'n 2000 gulden per jaar uitkwamen. En vervolgens had je banen en gunsten te verdelen. Want de VOC was de grootste werkgever in Horen. En door het geven van die gunsten en die banen en die opdrachten kon je een cliëntele opbouwen, kon je mensen aan je binden. En zo bouwde je als regent een heel netwerk op. En dat was een heel ingewikkeld schaakspel. De Amsterdamse regent Johan Huidekoper, die hield er zelfs een hele sociale administratie van bij. Had hij bijvoorbeeld iemand aan een baantje geholpen, dan kwam er in zijn administratie een vingertje te staan ten teken van die persoon heb ik nog iets te goed. En zo waren de regenten voortdurend bezig om niet alleen zichzelf te verrijken, maar ook om hun machtspositie uit te bouwen. Dames en heren regenten, zit u nog een beetje comfortabel? Nou, uw voorgangers in de 17e en 18e eeuw in ieder geval wel. Want die zaten letterlijk en figuurlijk op het kussen. Op het magistraatskussen wel te verstaan. Een dergelijk kussen was het symbool van de regent. En dit prachtige kussen was van meneer Andries Kluppel. En hij was afgevaardigde naar de gecommitteerde raden van West-Friesland en het Noorderkwartier, die hier in deze prachtige zaal vergaderden. En toen meneer Andries Kluppel afgevaardigde werd, werd hij op het kussen geroepen. Zo noemde men dat. En behalve een jaarlijks salaris kreeg hij ook presentiegeld. En dat heette kussengeld. En maakte hij het nu heel erg bont en werd hij uit zijn functie ontheven, dan heette dat hij werd van het kussen gestoten. Nou, dat gebeurde niet heel erg veel, want de regenten hielden elkaar doorgaans de hand boven het hoofd. Maar soms maakte een regent het wel een beetje al te bont. En dat is bijvoorbeeld het geval met Jacob Seyms. Hij was een belangrijke leider van de staatsgezinde regenten ten tijde van Johan de Wit. En hij werd vlak voor 1670 beschuldigd van grootschalige corruptie. Hij zou de VOC-kamer Horen, waar hij bewindhebber van was, voor meer dan 42.000 gulden, een astronomisch bedrag, hebben opgelicht. Het houdt
dat eigenlijk bedoeld was voor de bouw van VOC-schepen, werd gebruikt voor de bouw van zijn buitenhuis in de Beemster. Deze Jacob Seyms werd samen met een andere burgemeester, Reinier Langewagen, veroordeeld en ze belanden allebei in de gevangenis. Zo kon het dus ook aflopen met je als regent van Horen. In de tweede helft van de 18e eeuw werd het contrast tussen de rijke regentenklasse en de rest van de Hoornse bevolking steeds groter. Want terwijl de economische bloei van Hoorn allang voorbij was, teerden de regenten nog op hun grote familiekapitaal, dat zij niet in de stad zelf, maar in het buitenland belegden. En als Sir William Temple, de Engelse ambassadeur, in 1770 in Hoorn zou hebben rondgelopen, dan zou hij vast niet gesproken hebben over geringe standsverschillen, want die waren juist heel erg groot. De rijke regenten lieten zich rondrijden in de meest prachtige koetsen. Ze hadden zwarte bedienden, lieten stadspaleizen bouwen. Denk maar aan het Foresterhuis en legden grote kunstcollecties aan. Het contrast met het langzaam wegzakkende Hoorn kon eigenlijk niet groter. Dat is ze uiteindelijk ook opgebroken, de regenten. Van een stadsregering van de wijsten en treffelijksten, die goed wisten wat goed was voor de stad, was allang geen sprake meer. Alleen nog maar van een stadsregering van de rijksten, die vooral op eigen gewin uit waren. Aan het eind van de 18e eeuw, toen een revolutionaire wind uit Frankrijk overwaaide, werd er onder het motto vrijheid, gelijkheid en broederschap tijdens de Bataafse Republiek een einde gemaakt aan de regentenstand en aan de meeste ambten die de regenten vervulden. En deze ruimte hier in het museum is eigenlijk de zwanenzang van die regenten.